PC-café. Brouwende PC, dat steeds hele stemfabriek stil. Ik ken uit net een slag mis. Dat mooi, ik heb het leuk. De PC. Het is een dag van traditie. PC-café. Van alles naar ons wil gaan. Ja, kijk, dat kan het dagen op raken. Presentatie Geert van Tuin. Goedemiddag, ja, het is 10 minuten nieuws uit en het is vrijdag 22 juli 2018. En als een Jaron Thomas racewinner richting van de 164e PC, maar je hebt Fjouwer PC-cafés, we sturen uit via Radio 1 horen. En je bent bij Van Herte welkom in de bocht van Guinea of onder Radio Kluisteren, want we pakken ze weer bij. De mooie verhalen als opmaat naar die 164e PC. En van de jong praten we over een T-track van Senior 2008 en dan veromrekken die naar een jongetje in 1890. En dan blikt dat je met Fjouwer keertjes een ongelooflijk soort verhalen, Harry Kirby, maar die hebben al die jaren op die 12 PC's, ze wie een lang actief in die tijd, een rol spelen van budgetting. Wij praten daar dadelijk over, maar de keertjes die ik aan je voorstellen zal. Is Hellinga en Bram Bolle, maar kom even langs, die zullen iets vertellen over Hey Daar, dat prachtige theaterprogramma dat hier op het Sjoekeloon, naast de bocht van Guinea plak financieel, komende maandag, en waarin een protte gebeuren zit en een lotting van die 164 PC. Daar praten we over. We hebben een column van Piet van Tunen senior en we hebben uiteraard muziek van uw verste band op de Vreetion en dat is Vangrail. Dat alles is van deze Vreet PC Café. Maar ik zei het al. Ja, dat is een klappen. Nou ja, in bleuwe klappen. Nee, wat een bleuwe klappen, want wij hebben hier Fjouwer keertjes die in 1998 en 2008 een hoofdrol of iets minder van budgetting spelen hadden. Liet ik beginnen met Auke van der Graaf, die zit hier aan de tafel. Ik mag hij, want dat is een beetje op beeld, Tjentwurg Auke, in de opkomst. Hij krijgt even een klep vervangen in Slachtershoes in Bolsward, Leeuwke. Ja, klopt. Ik moest nog hurt. Ik ben blij dat ik op het hier te lonen kom mee. Nee, maar dat is er in de hartstikke mooi. Ja. En het shirt kan krijgen, jongen. Dat in de hartstikke... Ja, het shirt net in je wat, is radio. Ja, als die 18 kramen, dat is op die rug, maar al die 40 we gewoon. Ja, die 40 jaar. Ja, dat maakt het net uit. Mooi dat de best. Als het al tinkst on 98 of on 2008, één van de 12. Welke kiest dan als overwinning? Wat heeft ze beide won? Ja, ik denk ook 98 toch de mooiste won. Ja, dat was voor mij de eerste keer. En ik wist net wat met de wachters die natuurlijk. Mooi Saken en Johan. Ja, een hele nieuwe beleving. Maar de 12 beste keertjes op dat moment, vond ik. Ja, van mij iets nijs. En vooral zo'n dag daarvoor had je me snel een voet gingen. Dat vond ik het mooiste. En in de kroeg in Frauenbuurt zitten. Ja, dat klopt. Ja. Oer de stamtafel. Ja, ja, precies. En daar ben je al eigenlijk een ambitie omteun tot, ja, hoe zal ik het zeggen, tot keerser, tot kerel, zeg maar zeggen. Nou ja, ik denk, hoe zou dat gingen wijzen? Ik lees daarover en denk, hij is hem vol drank ooit, maar dat liep meer kapot een dag voor de PC. Wat gebeurde daar eigenlijk? Ja, we hebben al even niet een hoor natuurlijk, even niet een verzicht. Ja. Die man die lust is ik wel. En ja, een beetje ontspanning is altijd goed voor de grote dag. Ja. Ja. En gezelligheid volop en ja, een beetje de partijen wat tron nemen, ja. Dus vast de vier wat dat kent. Beetje tron rekken. Ja, en, maar die jongens zijn gewoon van tevoren tegen mij van, wij winnen mooi de PC. Dus ja, dat was voor mij heel nice. Zie je dat die praat? Ja, ja. Op zich maakt dat wel oor natuurlijk, want ik ben zelf ook weer... Ja, want dan ben je zelf ook al hier voor het jaar. Dat past hem ook wel een beetje, maar dat zij dat aan zee zijn en ook is voor het eerst maar die jongens mooi. Ja, dan denk ik alleen bliksem, winnen wij mooi die PC. Ja, precies. Dat is wel mooi wij. Wij zullen dat dadelijk zo jippen, ook. Ja. Mooi dat er best. Nice, daar zit Tjitte Bollema. In jongetje in 1890 een liedse premie. In 2008 een premie. Wat is de mooiste? Nou, dan kies ik toch voor de premie, Geert. Toch wel? Ja, zeker. De premie van 2008. Ja, ik denk sowieso een finale keertje op een PC is ja, daar begint het mooi. Want had je de finale een keertje, kim ik nooit het winnen. En, dus ja, ik heb die finale keertje maar net won. En, maar toch kies ik daarvoor, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Dus de vieste dek net slim, maar ik daar dadelijk 47 op ingaan. Daar mag je toch best een vraag nog stellen. Ja, dat is heel lang lien, hè. Ja, jongen, ja, je 40, dat zal maar, dat ben ik maar niet eens. Pieter van Tuin, dan stapte ze in jongetje in 1890 het veld op als koning. Van 1990. Toen wie die status verhoren. De status van je petoer die ik verhoren. Je wie eigenlijk de eerste opslagen die tochten die porten in die Van der Graaf, in die Tienstra, die meppen die god door die alles en vindt in de bron. Dat met maar zo was. Je wie de nieuwe generatie opslagers. Mag ik het zo zeggen? Nou ja, wij hien twee Schoenhoed, Sjaak Porten en Pieter Tienstra elke wedstrijd 40 ballen boven sloegen ongeveer.
Dus nou ja, Chris helemaal natuurlijk, maar ik ook in mindere mate. Wij dachten het met alles of niks, want oorzaak is in deze man net vol te zien. Nee. En dat hier slagen dat ik heel best. In zo'n jongen te slagen dat heel goed. Heel best. En ja. 98 nou verder, had je het hele hier sjuggen, behalve in de PC. Ja, dat is nou weer de pest van PC Café. Want die man die won ook 12 partijen in dat seizoen voor de PC. En toen hier niet helemaal 4 op je namens kreunen. Dus je wien eigenlijk ook wel weer de favoriet in dat hier. En dan rint het toch over. En daar zullen wij met die op praten. Jochem Bauma, ja, van Dijk kan ik het wel rieden. 98, 12 omloop er al. Aan de paraplu. Dat heeft me zo correct verteld inderdaad. Ja. En in 2008, nou eens, bijna op het scheiden van de markt. Hè? Want toen wist dan mooi einde in die carrière op. Ja, toen wien wij alle trijtrietigers, is maar ook Douwe en ik. En het wie eigenlijk een punt dat je haast nou ja, voor het gezin kozen, is maar. Dus inderdaad net moeilijk, 2008. 2008, ja. Nou dat is helder. En ik moet aannemen dat het een onbetwist hoogtepunt uit die hele carrière is. Absoluut. Had je de PC keert, is al mooi natuurlijk. En als je hem winnen mooi, is fantastisch. En ja, dat is het mooiste wat hij ook komen kan. Ja. Eerst even iets naar 1998, maar die wel nemen. Daar heeft misschien het meeste net moeten vertellen. Want ja, ik zei al, 12 omloop er al. Wist je wat je waar? Maar maak dat even voor die optie. Ja, zie ik het maar op weer. Ja, oké. Okay. Nou, ik zal het even zien. Je bent nummer 12, je keert op het 12 is je nummer 9. Ach, nou ja, het zijn Okkinga, Porte en Van de Graaf gaan niet meer aan. Gisteravond toch dan? Nee, dat is in Ek nog wel best wel goed, vond ik. Want je keert ze daar Ek nog eens een keer 4 met vier. En daar is net een verkeerde stand aan. Nou, dan heet het wel mooi die. Nog net dan. Ja, voor de twaalfde per se die je mooi nog en dan dat keurig zat. Nee, maar laat ik nog even langer maar die trol hullen. Maar als ik die een topkeerster hoor. Nou, ja, dat is helemaal geen probleem, Jochem. Dat is heel mooi, man. Ja, oké, ik ga even naar Dijta. Want dat hier wel een bijzonder hier, dat jongetje in 1890. Want ja, wat gebeurde er al hier? De vierde formatie van Okkinga, my Porte en my Pieter Tienstra. Pieter Tienstra rekent aan het eind van het seizoen in jongetje Zon en jongetje zwier blesseerd in Huizem. Hij verbrut, hoe heet dat? De kruisband eruit, zwieren blessure. Porte en Okkinga die zijn dat wordt niks meer met die jongen. Wij moeten op ziek naar een oren achterin ze. Die hadden de wereld al west. Ik bij die maat ben ze west, Pieter, bij Chris. Maar Chris zei nee, dat past net goed, maar ik blijf bij mijn maten. En zo wien er meer. Toen hebben ze nog even mijn oorkeers. Pieter Tienster kwam opeens weer om. Dat zou weer wat worden, dat wordde helemaal niks. Kortom, het voorseizoen wie kommer en kwel. Niks en helemaal niks aan. En toen kwamen ze bij uit. Jongetje hier. Amper nog uit de juniorenwaai. En hoe heeft dat beleefd? Want dat maakt een enorme druk op de lijn, helpt net. Nou, die druk heb ik net echt zo gevoeld. Maar ik heb altijd van mezelf erin stien van, ja, ik had ik wat wilde, maar ik moet de beste keert zijn. En nou ja, nu kwam dit op mijn paard natuurlijk. Zo is het gewoon. Ja, dat is voor mij heel makkelijk. Dat je direct daar hebt en ja, dat doorgaan we weer. En volle 100% dat goed dreeg wie het ook. Want ik zei ik vond dat net niet eens zo dreeg. Want je woont tot de PC 12 partijen. Nee, dat klopt. Maar het moet even inkomen. Het moet even klikken. Het moet even erin. Maar ik denk net dat het ook daar volle lijst van hoorn heeft. Van die druk van die man. Helemaal het. Maar ja, dat is gewoon je moet nog een team worden. Het is in ieder seizoen toch zo goed slagen dat we de PC oppakken. Precies. Ja. En dat is wel de partij waar dat is wel de partij waar het fungeert. En dan wist jongetje hier. Ja. En dan hast het klaverke fjouwer hast al te pakken. Dan moest de bond naar Kommerli ook. Hè? Ja. Ja, nou die komt er achteraan. Een bijzondere dive voor die, denk ik. Omdat het opeens toch ik begon te rinnen. Dan kwamen ze inderdaad mijn maten te keerst in zijn. Waar kom je maar voor in dingen? Dat is de eerste prijs. Ja. Dat wie overigens ook wel Sastal in het keerst is het eerst, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ik ben echt een winnaar. En ik kon net een tweede prijs zijn, maar dat telde ook voor mij net. Nee. Ik kwam weer wel eens met thuis, maar zo stier ik net in mijn koor. Nee, als de tweede prijs Johan Okkinga die maat neemde, tweede prijs, dan die kloterige tweede prijs. Ja, dat ik kijk hem meer zin. Ja. En dan winst hij me op 19-jarige leeftijd. Ja, wat gebeurt er dan in mij? Ik kies dat waarom, hè? Ja, je wordt een beetje leeftijd eigenlijk, hè? Want alle keersliefhebbers die vinden het geweldig. Geweldig voor die en voor die maten. En ja, ik vond het prachtig. Ik heb een heel skoft op een wolkje leefd, zeg maar. Ja. Ja, en de pottenmeester zei, nou ja, dat is wel logisch, want hij is de weerste een van de grote talenten. Maar het is nooit helemaal logisch, hè, dat je zo'n partij maar even winnen. Nee, klopt. Het is heel wat door. Zelfs nou zijn ze maar de Tour. Hè. Er is net een wedstrijd zelfs de Tour. En zelfs het markeert snack. Er is net een wedstrijd zelfs de PC. Nee. En er loopt altijd wat meer druk op. Hè. Meer meesken. En alle keertjes zijn krek wat scherper dan de dagen. Ja, dat bloot speciaal. Ja, dat liep me ook. Pieter van Tunen, ja, dat is de eerste keer in die finale. Maar wat hij hem eigenlijk een rotdooi gewoon. Kist hij dat nog herinneren? Ja, ik kan me nog herinneren dat het een hele dreige keerserij was. Keerst het voor geen meter, man. Het woe helemaal net. Nee, terwijl
Nou ja, op zich, dat zou ik wel een prachtige eer hoor, maar op die dag, het wie ik het ruinerig waking meer. Ja, die niet waar. Wie, ja. Nou ja, van de eerste tot dat omloop tot de finale, wie het eigenlijk heel dreig. Tot in de hele finale nog het oerrennen van Simon Minnesma op een heel belangrijke stand. Ja, dat die op 4 mevrouwen in zoals gelijk, volgens mij. Dus ja, en ook in de finale, eigenlijk, wij konden gewoon net echt het goede tjinstand bieden. Dus dat hij wat u betreft wel even een oren duif werken. Het wie eigenlijk zomaar clear in die finale. Die hebben we eigenlijk nooit in die partij zitten. Nee, ik ken me nog, het is natuurlijk al lang geleden, maar ik kan me nog wel herinneren dat, nou ja, dat ik een opslag zie en dat ik eigenlijk net meer bedenken hoe we er nog omboegen konden. Nee. We hadden weinig druk in het perk en nou, de opslag, Chris, die had net de druk die hij normaal zo geweldig hak in. Hè, die wie toen ook nog meer in het opkomen. Ja. En ik ken natuurlijk op zo'n perk, net een geweldig perk, ik net een eerste zitbal zomaar even aan. Dus dan, ja, dan is het, we zitten we werden eigenlijk kansloos van de lijst afgevoerd. Ja, zo simpel kan je gewoon. En dat liep het mij, maar dan ben je een regerend PC-kampioen, zal ik maar zeggen, die PC-winners. Ja. En dan gisteren in de volgende finale, dan wordt dat wel onder de groen, of net? Nou, ik heb ook nog wel een PC-finale volledig waar ik van mezelf vond dat ik het, dat ik echt in de fout ging. En dat hier ik bij deze partij, dus ik heb me volledig van een sterke tegenstander. Ja, dus en dan ging je net ietsje, dat ik nog nooit het dan heeft er ietsje meer vrede mee. Ja, het jezelf weer wat verwieten kennen, dat is het allervervelend. Ja, dat lijkt me ook. Welke PC weer er trouwens in? Ik denk het hier, twee hier nooit, denk ik. Dus dat wiet ze in Berkenpas. Ook in Berkenpas, hem de finale. Dus toen vond ja, nee, maar ja, zeker. Ja. Oh ja, dat, ja, shit, ons die Dirk-Jan van der Woutse wat op een middellijn nu te slaan dat Chris opsloeg. Die PC, hè? Ja, nee, oké, dat weet ik, ja. Prima, ja. Maar de heeft hier zoiets bij van, clear, Sinstander better en dan is het maar zo. Nou, zo makkelijk is het natuurlijk net, je mag wel even bekomen, maar we hebben alleen van een betere Sinstander, dus zo simpel is het en dat je het ook bespot. Ja. Dus, Had je hem, Tjede Bollema, in 2008 ook verleend van een betere Sinstander? Nee, want het wie heel ik denk al, ik introduceer me steeds, ik denk ik introduceer Johannes Brands maar even uit die loert jou. Ja, precies. Nou, het wordt vrij lang. Ja, dat weet je al, hè? Maar hij is er toch. Nou, is er als man in het mooi te praten, dus ik weet trouwens toen trainer van hun, van het Betoer. Net coach, dat hier Matten, want hier nou als eerste prijs het winnen West. Ik denk dat zij een enorme tactische blunders, dat zei ik toen ik al. Volker van der Weij weer erbij. En Van der Bos, die weer het tweede hier volgens mij. Die hoeft zien een zetbal, maar ik zie een boot. En dat perkt nu in het verkeer heen. Toen hier Volker die opslaan met dat weer een heineballer, maar alle respect trouwens. Maar die koopt bogies, ja, met een 16 flikker. En dat heeft ze net in. En ik denk, dan in ze meer komen zo, dan in ze volgens mij wel. Ik zie ja, klopt, we hebben het vallen van de week en van de morgen hebben we het met Marijn doen. Dat wie ik zo. Alleen nog, ja, we hier een coach, dat wie de hart van Cornelis is, Terpstra, Gerrit. En mooi een producteert verstoren, maar ja, ik heb het net zo. En Volker had het net zo. En Gedan had het net zo. Dat vind ik onbegrijpelijk, Tjede. Ja. Want het is 2008, het is het hier dat je de Oskie neemt. Dus het is wel een leeftijd voor hem. Geroutineerd kist, die een beetje redden in het veld. Ik denk dat het dan nog een slag weer, want Gert Aana die kon mij net passeren. Ik kreeg gewoon een magneet in de hand. Ja, maar. Die zijn er hier van de bal hellen, jongen. Die sloeg al net maar op in Johannes' verhaal. Toen werd het Volker, toen is dan nooit een bal weer honger. Hier is de stoel pakken. Nee, maar ja, as he, dat is het is best en dit is net gebeurd. En ja, god. Ja, zo gaat het soms. Ja, zo gaat het soms. Ik kom er straks nog al eventjes bij die op waarom. Ja, want ik wil er toch even over hebben. Want Pieter, ik kom nog even bij die waarom. Dan heeft die PC-keers van 98. De bist kening al. Wat gebeurt er als je kening op zo'n manier kening al worden? Docht dat wat mooi mee? Als je kening worden, docht het wat mooi. En dan ben je kening al. Docht dat dan ook wat mooi? Nou, ik heb... Nee, ik heb wat dat betreft, ik heb altijd van mezelf het gevoel dat het keningskap iets is wat je net in de hoorn had. Dus het gaat er voor mij op zijn dag om van keertje gehoord, let je zien wat je kennen. En het laatste, het allerlaatste ook dat je mag winnen. Dus ik heb wat keningskap specifiek voelen. Ja, daar heb ik net heel veel les van vol dat je, terwijl je eigenlijk, nou ik denk dat we meer dan de helft van de partijen dat hier wonen van die tegenstanders, maar dat ze dus in de finale zou uitroeven, dat je ook het natuurlijk wel hebben. Ja. Dus, maar goed, dat jij dat besport en soms rolt al je wel, nee, maar wij weten vandaag natuurlijk wel dat op het moment dat er offline was op het keertveld, dat er iets mooi diers, zeg maar zeggen. En aan de ene kant gaat het verhaal dat hij een hartje dan
om mijn kop en hier bij de kop pakte en die sleurde die naar het Keersveld en die zei heel roeg zijn, nou opslaan kring. Maar dan heeft al iets in mij zijn, dat is net wie, dat wil ik zelf. Maar we moeten het hier al even benemen. Wat wie het nou? Nou, met senior ook even aan tafel. Ja, die komt straks. Die komt straks. Kijk wel even vlegen. Wacht even. Piet Hipje. Wat wie dat? Heeft hem mishandeld in zijn jeugd? Nou, ik denk hij wie toen al 20. Ik denk net dat hij hem door mij misturen leert. Dat is ik net sturen als 20. Tot er maar. En hij ook net. Dus hij had het al jezelf dingen. Maar wie is er wel altijd bij? Hè? Hij stuurde mij misschien wel. Ja. Ik moest mooi. Zit het steeds samen. Balnooi ja. Ja, balnooi opgooien. En op ziekie. Ja, precies. Ja. Nou, we hebben hem. Nou, in de kleren. Dan hebben we dat u de vraag. Want het is van die mooie keersverhaal die er komt. Maar dat leidt dus die zelf op, die druk. Wie dat net vissen te bot, Pieter? Nou, ik denk, om de beste te worden, of in ieder geval bij de beste mooit want te kennen in deze sport, zie je krijgen ze alle andere sporten, meer dan maar als een oordeel, dat is ook heilig in. En ik denk dat ik de reden is dat ik zo'n mooie eerlijst aan het einde van de rit heb. Dus voor mij moet je keihard werken om beter te worden als Noor. Ja. En daar heb ik bij verliezen en daar goed mee omgaan. Ja. En dan ga ik het net ook recht naar de wedstrijd. Want dan is je wel altijd vleurig, hè, naar de wedstrijd. Een schepje er bovenop doen en nog harder werken om de volgende keer wel te winnen. Nee, dat ik mijn sport. Dat vind ik een geweldige instelling voor een topsporter. Want zo moet je beter worden. Maar je kan echt zeggen van, mag dat dan direct naar de partij doen? Maar je net zeggen, oké, dit weer de dag, morgen verder. Daar zit er een zekere mate van relativering in, zal ik maar zeggen. Het is ook net zo dat ik nou 34 keer in het jaar op sneus of snoeis dan een keer een extra training die je. Maar had het echt in 1 of 12 weken net goed woord, dan wie de beste manier om die frustratie kwijt te raken voor mij om nog eens even nog een keer te trainen en zien dat ik het toch wel goed in het ritme kom. Ja, mooi. Ja, nee, dat is want bij Maatje, het verhaal wordt grutter, maar dan heeft het natuurlijk net alle partijen die er afslaan bezig, heeft dat die natuurlijk. Dan hier is er een gevoel bij zijn, nou moet er wat gebeuren en dan doe ik dat dus. Dat is meer het idee. Ja, mooi. Mooi. Nou, we praten dadelijk verder over 1812. Daar bleef al helemaal mooi zitten, want er is nog genoeg om te praten. Jochem Bouwman die was zijn succesverhaal nog vertellen. Ja, Jochem, daar ben je direct voor. Maar ik stel voor dat we eerst naar Reinoud in Simating in, naar Vangrail. Ja, fijn dat je weer binnen, jongens. Twee keer, Ties, die ben je direct weer. Zetten we de tent nog een keer op de kop. Je bent voor de eerste keer in PC Café Vangrail met zoveel meer. Hartstikke mooi. Niemand spreekt dezelfde taal. Nieuwe beelden bij een oud verhaal. En de krant. Geef me een vertekend beeld. Schrijf alleen maar hoe we zijn verdeeld. Concentramento nazisti, la suggerirò per voi.
Dankjewel, Reinhard. Het kind werd net mooier. Het kind werd mooier, hè? Nee. Mooi zo doorgaan. Ja, lekker. We zien hem dadelijk erom. Dan vangen we weer dat, maar zoveel meer. Het is 4 minuten van jou, we zonen. Dit is PC Café bij Radio 1 Hoorn. En om tafel 12 man die dus wat vertellen zullen over komende Mandy. Want als je nou van de radio zit, of je steen in de kroeg, je denkt, oh, daar heb ik echt zo'n zin aan, hè? Dan komt die lotting weer rond. Ik ga wel lekker middags om een oren vier naar de Korenbeurs. En we nemen een drankje en we jaren de voorzitter eventjes praten. En dan komen de lotjes op tafel en dan moet je die buisjes en dan moet je die keertjes eruit loeken. En dat het al hier clear is, dan zitten we nog een uur of drie gezellig in de bocht of in de Korenbeurs. Een lekker drankje te drinken om de zaken eens even mooi oer te eisen. Dat is ongeveer het romantische beeld wat de keertschrifthouwer had van de lotting voor een PC. Nou, vergeet het maar, jongens en famkes, want in het jaar van LF 2018 is alles oors. Alles wiekt voor de grote subsidies, alles maar aan de kant voor het grote culturele ideaal. Wij dogen die lotting op een bijzondere manier. Wij bakken die lotting in een theatervoorstelling die het luistert naar de fantastische namen. Hey daar, Bram Bollema, de vastzitter van die club. En hey daar, in Hellinga, vastzitter van de PC. Welkom in PC Café. Ben ik te cynisch, West, Bollema? Je mag dicht bij de microfoon komen, alsjeblieft. Nee, hey daar, helemaal net cynisch. Je schetst even het beeld, zat het altijd jet. Maar ik denk iets aan zo'n hier van culturele haatstijd. En willen wij graag zien laten wat de beleving bij het keertsen is. En een ode om het keertsen brengen. Ja. En wat is een mooie plak om dat hier op het sjoegelon te doen. Niks moet het. En had je dan eens even denk ik, van de tradities afstappen. Nou ja, dat vind ik helemaal net zo slim. Oh, dat maakt het net. Nee, dat maakt het in dit geval net. Want de PC gaat terug, de lotting die gaat terug. Ja. Alleen dat die wordt op een geweldige manier omgekleid. Mooi die theatershow die je neemt. Ja, precies. Nou ja, lid het dan eventjes hoe die theatershow gaat. Want dan vreeg ik Hellinga dadelijk zo eventjes. Nou, hoe die had die lotting in die lotting ons hier. Het wordt dus een theatershow, die heet Hey daar. Die begint jongensom. Begint jongens om 9 uur. Om 9 uur. Ja, de stekken ben om 8 uur iepen. Ja? En om 9 uur dan begint de voorstelling. Goed, en dan komt er een voorstelling over het keersen. Maar zang, dans, muziek, seks, drugs en rock'n'roll. Alles zit erop en aan. Neem een paar dingen bij die er net in voorkomen. Maar het is misschien wel een beetje... Maar toch hoop ik wel seks en rock'n'roll, hè? Nou, een beetje rock'n'roll misschien wel. Maar de seks die let we even achterwege. Ach, dit weer een saaie culturele hoofdstadbijeenkomst. Jongens, kom op zeg. We gaan vlinden hier af twee al een streker op het veld. Nou ja, een sensatie. Sensatie. En dan ben je dan Belgek. Ja, maar doen wij net. Nee, wij maatje en er binnen prachtige verhalen, prachtige liedjes kunnen toch Romke Toering en Boukje Witsma op muziek zetten. En dat wordt toch drie Friese topacteurs, Romke Gabe Draaier, Ties Veenstra en Teun Plantinga. Ja. Wordt dat naar voren gebracht. En ik denk dat de mensen daar geweldig van genieten zullen. Want ja, steeds ik altijd geer. Keertsen is volle meer als sport. Daar komen gedichten bij, daar komen verhalen bij. Ja. En dat willen wij de mensen in dat culturele hier van Friesland, willen wij dat de mensen graag zien litten. En dan heb ik, als ik het goed begrepen heb, farmet de PC-finale van vorig jaar een soort rede trier. De beelden van die finale, die herinneren in zo'n hele voorstelling stadig is om voorbij, gefragmenteerd. En de hersenlijke gewoon, dat rent onder die voorstelling terug en dat eindigt vanzelfs mooi, dat geweldige spannende laatste eerst. Ja. Wat eindigen op Vierweersen Gliek en Sijs Gliek. Maar de retourslag van Bouke Triemstra. Ja. Die zou weet. En als dan de emoties van de mensen die het op de tribune zitten en mooi liepen, als dat zucht en als dat dan verwutzig is in lieden en in teksten. Ja, en ik heb die teksten alweer lezen, ja, dan rennen mij de koude redelings een beetje het lief. Nou, maar deze temperatuur is dat al een hele bijzonder. Ja. Je kunt mij gast uitbrengen, maar dit is juist mooi. Ja, nee, maar ik heb het zweet ook op elkaar. Ja, maar ik zit wel jammer. Nee, maar de beeldspraak is duidelijk. Ja. Zees, en dan ga ik even naar die lotting daar, hè. En wat over die lotting... God, alles plakt hier. Ik ga je al direct lezen, want ik bleef oerl in hingen. Die lotting, die wordt dus inbakt in die theatervoorstelling. Mijn informatie juist is, dan komen er dus 16 bijen, vertegenwoordigende 16 dwarpen uit de nije gemeente Waadhoeken. Die dragen bij haar de nummers 1 tot en met 16. De keertjes, zat hier in volgorde krijgen, normaal ik bij de lotting, die roepen van, doe mij maar mijn naam. Die herinneren aan mijn naam. En die krijgen lotsie. Zag je het in grote lijn, maar goede details, die zag je hem aan zijn mannetje op het sjoekeloon.
En ik roep elke keer op om daar te komen, want dan kan je het live mooi. Ja, kindje. En ik kan vanzelf net alles verrieden. Ben je gek, maar wat wil je nou alles al vertellen hoe je er midden komt? Nee, dat hoeven we net. We houden de spanning wel in. Maar dat is ongeveer wat de bedoeling is. Ja. Zees, en dan, maar nou even, en dan ging ik toch even naar die lotting, want we hebben tenslotte een PC-café. Want ergens ontstit het idee dus om die lotting in te bakken in die theatervoorstelling. Ja. En dan met Jo, als woordvierder van die club, naar de PC ta. Nou, ik voor te stellen hoe dat ging is. Nou schets ik even het begin. Het initiatief komt bij Johannes Westerwaai. En die had zo van in dit culturele hier dan moeten wij wat extra's doen. Nou, er is een bestuur vormen. Dat besteedt uit vertegenwoordigers van de PC, de KNKB, Keertsmuseum, Jan Bokstra. Ja. Rensje Bleker zit erin als oud topkeertser. En Johan Dijkstra als oud lid van een PC-bestuur. Ja. En Maynoor hebben wij betaald van op deze manier gingen wij het doen. Dus ik hoorde net naar. Dat je maar leert in de school bij die de commissie binnenkomt. Dan mag een 164-jarige traditie terugbrekken. En hoe doe ik dat in hemelsnaam? Met wie al voorbakt, zeg maar zeggen. Ja, natuurlijk weer dat voorbakt. En je doet dat mogelijk hoor. En dat de PC-site van. Wij terugbrekken die traditie en wij doggen dat hier mooi een prachtige theatershow op het Sjoekelongen. Ja. Dat spreekt mij geweldig gewoon. Dus ik heb me voor de volle 100% ervan inzetten om dat vorkoor te krijgen. Ja, nou en dat is slagen, want zo zal het gebeuren. Al die keertjes komen op het Sjoekelongen in de theatervoorstelling en loeken haar eigen lot. Ja. Ben je nou ik verplicht om dat eigen lot te loeken omdat het nou in zo'n theatervoorstelling zit? Of als er iemand zegt, ik dwar het net, dan is er weer een PC-lid die dan komt in die look. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, ik heb al heel wat lotting geweest. Ik in de Korenbeurs en dan constateer ik dat al die partuuren en die keertjes daarvan, of de opslager of een oorniën, dat die zijn eigen lot. Dus daar zit je net door in. En daar zitten wij heel lang net door in. Nou, en dan komen we bij mijn verhaal. Is Helga vastzitter van de PC. Dan trobrek je hem samen een enorme traditie. Een traditie toch, die een van de pijlers is van de PC. Traditionele zaken, rituelen, verste dingen op verste momenten, verste dingen op verste tijden. Hoe steel je daar eigenlijk in oor? Nou ja, wij zijn inderdaad van de tradities en de zaken ik in ere horen dat we ze altijd in hebben. Alleen het is een heel bijzonder hier, het is een hele bijzondere keertweek, het wordt ook een hele bijzondere PC denk ik. En daar heb ik een hele bijzondere lotting bij. En wij zijn van betekening dat dit een zo'n bijzondere lotting wordt, Geer, dat er in 2053 nog steeds op praten wordt. Dat besteedt 1200 jaar. Nou ja, dan heeft dat van de week ik wat doen van wat de taarstoon van Kerst die niet bij zelf. Dus ik denk, let mij dat hier eens een keer nemen. Ja. Ik vind het een mooie. Ik vind het een mooie. Mooie vergelijking, maar even serieus, want hem hebben toch wel even een night toch, denk ik. Want je witte ek, en daar hoef ik net moeilijk worden, man, hoe een anker dit is in het leven van de keersleefhappers, ik maar zeggen. Alle jaren zit die Korenbeurs staan vol. Alle jaren vindt er een soort identificatieplak, zo ik ga zeggen, van die mensen die het in opmaat naar die PC, naar die lotting worden, om zo te horen. We snappen dat, alleen wij denken dat er iets voor in plak komt wat nog een heel stuk maaier wordt. He, door schetsen heel romantisch beeld. En ik denk dat wat er man het jongplak vindt nog romantischer is dan datgene wat er altijd op man het jongplak vindt. Dus wat dat betreft, als er iets vriend plak komt wat minder is, dan doe je dat net. Maar dit wordt gewoon zo bijzonder dat maar woord heen stappen. En dat is ook de afweging geweest in de commissie. Ja. Dus geen seks, maar gewoon romantiek. Nou ja, we hebben niet gezegd dat er bijna niet voorkomt. Ik denk dat dat de reden is dat er geen seks voorkomt, Johannes. Dat is een beetje hard, hè? Ja. Nee, maar goed, af en toe seks geeft, dan reageert Johannes meestal wel even. Dus dat moest nog even zien. Dat is net zijn probleem. Zees, maar het is dus eenmalig, begrijp ik. Want dit... Ja, nee, absoluut. Ja, ja. Oké. Okay. En nou, toch even zeiken, want dan zei die mensen, dan moet ik zo een hele uur op betalen voor de lading. Ik kan helemaal niet heel aan. Ja, nou, ik denk dat je het wat oorsjeem had. We hebben dit hier in de provincie een heel prachtige voorstellingen. En dan ben je 40, 50, 60 euro kwijt. En nu heb je iets van hetzelfde niveau voor zo'n heel euro. Dus we praten voor. Ja. Koop je. Koop je. Ja. Nou, duidelijk.
klaar, eenmalig. Heda, zou ik zeggen. Ik weet net wat ik heda, ik weet net wat ik mama had om zo uit te horen. Kom maar, man, ik stik dat ik hier zo. Ik stik gewoon in de koornbus. Eén ding nog, hoeveel mensen verwacht je, Bollema? Nou, ik denk dat het 1500, 2000 mensen dat die er wist binnen. Ja, ja wist ja? Ja. Helemaal zelf elkaar verkocht. Ja, dat gaat poer best. En dat mensen die kunnen nog in het Kidsmuseum kaarten bestellen. Ze kunnen gewoon de poorten, kunnen ze kaarten bestellen. En bij www.vanplan.nl, hey daar, kunnen ze ik nog kaarten bestellen. Dus daar reken ik op. Nou, ik ben een purist van de eerste orde en een romanticus nog slimmer. Maar ik wees je mijn prachtige jongen bij hey daar, de lotting van de 164ste PC. Kom er man die in het theater stik. Dankjewel Bram Bollema en Itz Hellinga. PC Café. Zelfs hebben wij echt voor de Riege PC-cafés die we dit hier maatje weer een aantal columnisten vregen. En wij kennen hem als een man die het lang bij zoon Pieter op de keerts wilde wier. We kennen hem als een keertskenner, als een belutsen keertskenner die dek een protte dingen voor het keertse dien had. En altijd een eigen kritische kijk op dat speeltje had. Waar komt de better vregen van de eerste column van PC-café als Piet van Tunen senior? Vroeger. Woensdag voor een week zitten we bij het keertje in die Minnetskeer. Er waren een mooi soort mensen dat ik toch nog wat nou het keertje is weet. We zagen naar de partij tussen Gert Annendie en Enno Kingmandy. Just die boom van Gert Annendie vliegen, wat een gang net, zei ze mijn vrouw, het is net al jongen. En ja, ja. Je weet het hart van tevoren, uw achterboorman, wat nou gang. Ik had in die kubus vroeger nog keertjes, jongens. Die hier gang. Dan komen de bouwen van Gerdan en het boemeltje. Dan weet je dus, dat besteedt net. Wat letter en wat zachter, zei ik ze mijn vrouw. Hast jongen hoe mooi het Hans die bal werd uit het nekje waar boven tikken. Wat een mooi technisch slagje, net. Nou, de man nooit, mijn vrouw. Oer uit het nekje waar je boven slaan praat. Ik had vroeger Teunis de Bruijn nog keertjes, jongens. Ja, die hier slagkracht. Daar mooie Hans was nog net eens bij het skaatsteen. Ik zeg het nog maar mee. Alle ballen die de rekenkoe vliegen vier en vier over de tribune. Dan weet je, dit gaat je het verder zo terug. Dus ik dacht, ik zei het maar niet meer. Even later moest ik toch mijn boerman nog even weten dat ik ineens een Pieters een fijne, felle keertser vind en een echte sportman. En, je riep het al, hij hier vroeger Martin van der Lees nog keertsers, jongen. Nou, dan is er dus maar één echte voelde keertser en pure sportman west. Die hier in de Joosheim hadden, dan zul je ineens een Pieter net staan. Ik probeer het nog eens. Zes is Steenster dan. Die had, is altijd lieke cool, ek op kritieke staan. Krijgt dekwerp, zoals gelijk. En dan zo ligt Monsi op en uit en in het tussenspel zo frakte behendig. Dat is toch geweldig? Nou werd een onval van achteren. Ik had vroeger Propirini hier nog, jongen. Als het nou een licht Monsi haast en hoe een coole kikker. Op en uit, heel vlug in het tussenspel. Dat wie dan heel dingen en dan is Tjesse die mocht bijdwijzen als hij de helte kent. Doe ik dus wel heel nog leren met de geschiedenisboek om je heen. Ik dacht nog stel verder en bepaal die bij de keertserij, want dat is de moeite wel waard. Tegen Triemstel heb zoals gelijk een vieze prepper van Enno King, maar mooi terug het hoekje voorbij de keerts. Mijn vrouw zoals just nou even waarom dat ik tegen zijn mooie toeken en linige keertser vind. Wat is die jood echt wel geweldig. En ja, ja, de man is mij. Wat nou tegen Triemstra. Ik had vroeger voor ons Heldrik hier nog keertjes, jongens. Ja, dat wie een toekenkeertser. En een leerder was je maat, hè. Voor ons kon mij elke prijs winnen. Nee, dan is Sterker maar een hele gewone keertser. Oh, oh, dacht ik, dit wordt verhuizen. Want je, als toen Sterker komt, dan drukt bij mijn vrouw correct op het verkeerde knopje. Dat wie ze bij de Van Wieners en vanzelf bij Piet Jetsen. En dat is nou ze betekenen. Daar bleef je dus al. Daar komt net in je oor. Want dat kun je nu delen, ja? En starig is er een. Mooi nou, zo is aardig lood. Mijn man en ik hadden er van de week nog even door honger. Wij treffen het wel. Wij hebben Piet Jetsen, Hotsen, Wiebren, Zagen, Tijgen, Chris en Tuno. Wieke in, wieke uit, keertjes jongen. Dat betoort de keertjes die het heeste in het eeuwige klassement. Mooi nou, want dan gaan wij de allerbeste zelfs jongen.
En bij de allerbeste wil ik vaststellen, net graag om Johannes Bronsma heen. Daar hebben wij dan ook, zo wordt elke slag wel van jongen. Dus wat nou vroeger, houd toch eens op man, nou vroeger. Jongens, zeggen we hier naar de allerbeste. Hoe vriftig je praten ze nog over deze tappers. En nu gaan wij om een visje. Jem weer al een dag ouder, dan kan jem even een koersje. De wanneer verder erin hoe vroeger. Ontzien je, hè? Doe stutsen we al. De man blijven verbeurster en verslaan achter. Hier hier de geschiedenisboek net van waarom. Ik vond het wat zuiver wat ondersneuwen kon, maar ja, tijd in het kaart zetten bij Frans Helvrich. Nou, dan best bij mijn vrouw wel een verkeerde adres. Waar is die op een pc, keert ze de broers Triemstra van Zuiden en Dijkstra. En daar hier in de Samar ook nog de broers van der Skoort, Heidsma en Van Delen bijstinken. Ik weet het zeker, hoe ongeveer 50 jaar is de verste peer van deze mannen hun paar gezeten, ik weer op het Sjoekeloon te keertsen. En daarom zou ik je nu alle huiden en mem en pakers en beppers omhoog willen, neem de benen na een week mooi naar de pc. Al is het alleen maar omdat ze dan over 50 jaar zijn kennen. Ik ga vroeger deze jongens een paar keer zien nog keertjes, jongen. Als je die kon wat, dan kennen ze jullie daar niks. PC Café. Dankjewel Pieter van Thun. Vroeger was alles beter. Dat herkennen wij wel in de keerspot. Dadelijk praten we verder met de mannen hier aan tafel. Jochem Bouma, Tjitte Bonema en Pieter van Thun. Hij komt nou weer onder de tafel. Het zien we even goed onder liefde kennen. En Auken van de Graaf. Maar eerst is er voor de tweede keer in dit programma muziek van Vangrail. Ik heb zo'n gevoel dat er iets van Billy Joel over het kleed komt. Hier zo. Beetje gevoel eigenlijk. Dat is een geef gevoel. Ja. Jongens en vrouwen, je mag wel even stenen, maar een beetje bijstenen voor mezelf. Gewoon een beetje vers pakken, dat ging gewoon. Dat mij alle, ja. Dan mij je bij de voetnoeren kon zitten, ja. Dat kennen we nog net, hè. Kom op, even lekker gezellig en een beetje bij. Het is helemaal net warm, dus dat kennen alle, ja. Ja, daar gaan we. It's 9 o'clock on a Saturday. Regular cloud shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his stunning engine. He says, "Son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes, but it's sad and sweet, and I knew it complete before I am." Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond? Wat zou je doen als ik dat deed? Sorry man. Wat zou je doen als ik jouw gezicht weer in mijn handen nam? Wat zou je doen als ik met mijn mond bij de jaren kwam? Wat zou je doen als ik had... Oké, PC Café, Radio 1 hoor, we gaan ervoor. Al je lightje in Sean. Hey! Zou je lachen? Zou je snel?
dank u wel. Wij gaan naar Middenbeemster. Middenbeemster, hè? Ja, ja, ja. Altijd. Dat is voor die tienste, hè? Tienste, ben je er weer? Hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi. Nou, en, veel plezier, jullie. Hoi! Ja, ja, ja. Mooi is dat, hè. Al heel lang bezig bij ons te gast als huisband van PC Café. Wij waarderen dat bijzonder. Het is een kwartier verzonnen, best. We komen in de slotfase van deze aflevering van PC Café. Maar we zijn er nog lang, hè, want we moeten nog uiteraard praten over die PC van 2008 op zijn meest. Jochem Bauma. Ja, wat mag ik het nemen? Die mooiste dag op een keertsveld, zo ik zei ze. Die ultieme succes. Werd eigenlijk net het meest meer op rekken hier. Dolwol? Ah ja, je moet er altijd op rekenen. Ik denk, als je mooi door gewoon een PC of sowieso een sport, dan moet je winnen wollen. En als je het veld opstapt zonder die intentie, dan moet je sowieso naar het verschienen. Nee, maar wie doet je begonnen om die PC ook de kanshebber van het hele spul? Of toch krijgt net? Nou, sterker nog, ik denk absoluut net. Wij hebben net een heel fantastisch seizoen geëerd dat seizoen. Hey, je hebt hier ondertussen al een keer naam van je Farinse, Auken van der Graaf. Die zei, op Zoutendal, kist er wel bij. We willen net maar die keertje. Nou, sterker nog, voordat de PC begon, wie ik er al bij. Oh, ik al. Dus we wien al wat stel, ja, ik al van na de PC. Je wien me goed in stel vroeger, dat klopt, ja. Ja, nou ja, dat ja, weet ik net. Ja, er ik bij. Ah, ja, een leuk speeltje. Maar vertel verder. Je wien een geen kanshebber. Nee, dat vond ik op dat moment net. En er wien ik wel wat strubbeling. Ik heb zelf nog wat ziek geweest die dat seizoen. En nou ja, er ben al je haantjes denk ik wel spatten. Dus tenminste nou het beste dat jezelf had die wollen. Zeker. Nou, en dat klikte net altijd liegen goed met Douwe en mij. Nou, dat hebben we een keer op een waas die uitpraat nergens in Meppen. Douwe is Douwe Groendiek even voor de Douwe Groendiek. Ja, en dat hebben we. Jij hebt uitpraat? Ja, op een waas die Meppel. In Meppel? Ja, nou ja, ik werk er en hij vaak bij. Ja, dus, oké. Ze moesten het uitpraten, hè? Ja. Wat ze moesten het uitpraten, hè? Van die. Ja. Ook hier het voorstel. Ook hier het voorstel, ja? Zeker. Dus van dit kind zo net zou winnen we nooit een PC. Nee, zou ik even een keertje ook. Nee. Je moet pas je dat op dan? Dan zit je dus in Meppel, dan werk je in Meppel bij een radiostation. En dan zit je daar in vergaderrondte van dat radiostation. Ik probeer weer even te visualiseren. Gewoon op het terras, wie moet er waar? Gewoon op het terras. Ja. En dan, Jochem, wat zei je? Hoe gaat zo'n gesprek? Hoe begint zo'n gesprek? Hoe gaat zo'n gesprek? Nou ja, je moet het roer hebben. Wat je goed, wat verwacht je van elkaar en daar hebben we het door handen. We hebben dingen uitsprutsen die we misschien wel zien ook een sign hebben. Maar dan of, ben je met kritisch naar het hotel best. Zeker, maar dat moet ik dan. Ja, okay. Dat mooi toch? Ja, dat koor toen ik. Toen. Ja, dat koor absoluut. Dat koor absoluut. Ja. En toen hier is al iets van, nou, deze lucht is geklaard. Dat wat we nou nog maar een kokeertje matten, kunnen we onder betere omstandigheden wel eens voor de tijd. Ja, maar ik had jou sowieso had je sporten, hoe ik naar de beste vriend te wijzen natuurlijk. Hè? Nee. Met als team probeer je te klikken, nou, daar hebben we het overhouden. En prompt weer in Sarge Bierden weer de eerste prijs. En volgens mij in Arem wie het nou een treden niet. Nou, zou je eigenlijk naar de PC te gaan. Ja, ja. Maar dan was het op zijn meest volle gevoel. Hè? Want we doen het toch wel weer mooi. Er is wel wat gebeurd. Ook wie is toch net door Zuid-Nederlandse gewoon het hak in, Jochem? Nou ja, het was net een makkelijk seizoen. Dat Jochem ook al zo. Ja. Hij rekken ziek. En toen die strubbeling met Douwe. Ja, het ging net vanzelf dat hier. Helemaal net. Zeker net. Dat was net zo voorsteld. Nee, maar ja, daar heeft rekken rol in. Hoe is het dan net bij dat gesprek te wezen? Nou, we hebben dat heel goed onderling uitpraat. En zij moeten het uiteindelijk die jaren oplossen dan. Ik heb maar Jochem praten, ik heb maar Douwe praten. Ja. En dan gebeurt er echt wel wat op die PC, Jochem. Hè? Want ja, dan is de verbeste opslager. Maar er wilde nog alles even wat wisselen. Hè? Dan moest Douwe even en dan hoeft allemaal even oer. Je keert wel op een aparte manier eigenlijk die dag. Nou, weet ik net. Ik denk dat Auke daar een hele grote stempel in had. En dat werd trouwens een hele grote meisje net zien. De trainer Mans is maar die zo nou en dan een koude klapje houdt. En even zegt, hey, we gaan een slagje om. Douwe is nou een onbeurt op zo'n gebied. Nou met Douwe opslaan. En ik denk dat een hele grote meisje dat net zeggen. En dat had u denk ik die hele dag de terug in de squad. Ja. Auke liet dus eigenlijk beter keertje. Lekker samen zeggen. Ja. En hij staat, nou nee, weer een Lutelkoor. Maar dat is vaker gebeurd. Hempertoren die natuurlijk gevallen. Die winnen dan nog even de PC. En dan is dat clear. Dan sluit je denk ik nou wel weer mooi aan. Ik gaf beelden op in Netflix van Dij als winnaar. Ik vind hem alle treien wel, maar speciaal wel van Dij. En ik, je hem in mem, die naar de takkamer. Ik stier direct weer midden op dat veld natuurlijk, volgens film, vierste petit, maar laat maar zitten. En je zag het dan toch. Ik dacht van, wat maakt dit? Een ongelooflijk, fantastisch mooi hichtepunt wijzen in de familie Bauma.
Nou ja, sowieso in de familie. Uiteraard ik van mijn eigen band en gezin natuurlijk. Maar dat is wat ik zeg. Ja. In hart, in je mem en die. Ja, maar de had je ouders, je steen van je zoon, de achtste, je steen je op veld, is maar. En ik denk ook alle jongens, je nice monsieur, die hadden ik dingen. En had je dan net een hart en mem hebben die, ter, die je daarin steunen. En ik net een achterband, is maar. Hè, je wat ouder binnen en je hebt een gezin, is maar. Ja, dan kent ik nooit wat worden. Dus die meisjes zijn heel belangrijk van je. Ja. En dat komt er dan wel even met orkaankracht uit, hè? Had je zo'n overwinning boeken, toch? Nou ja, had ik eens ooit draven, zeg. Nou ja, ik had net weten dat ze het koe trouwens. Hij kan draven, dat heb ik gezien. Hij wie eerder is die. Ja, hij wie eerder is die. Ja, het is de eerste die het mij verslaan had. Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, dus dat, nou ja, die meisjes zijn heel belangrijk dan. Ja, ja, prachtig, hè? En toen ging ik op ziek naar Tjitte Bonema. Die het in de finale verleer. Ja. Net als Johannes Brandsma, omdat je me tactisch net goed ingaat. Daar ben je het nou oorheen, denk ik. Ja, dat is best. Het ging dan ook om een paar slagen, denk ik. Ik hem zelf fjouw met rijden, fjouw met twaalf, iets een keer als ik net voorbij sloeg. Dat ging cruciaal. Hij de vier eerst in de hand. En op fjouw eerst een gelijk en saus gelijk. Gert aan Huismik, die natuurlijk de man is. Man die te moeilijk beteert, houdt van onze treden. Ja. En gedaan is dit nice meer en die is aan het houden de bal. Het bal zien alleen gewoon. Hij zei, deze is van iets te durk. Ja, hele meter de nice vanzelf. Dus dat wie, daar ben ik dan eigenlijk de twee slagen die mij bijbleun ben. Hè. En nou, gedaan is dit hier zelf houden van Jonkie. Ja, ja, dat had hem ook even een paar weken kost. Ja, precies, ja. Precies. En, maar dat ben de twee slagen die ik mij, en ja, voor de rest, hier Jochem zijn verhaal, hier Guus verhaal wijs ik in. Ja, ja, het hier lieke goed was om, ja. En dan hier ik net skoften om daar hoeven te zien om een reactie te vragen. Want hoe wie is het voort? Nou, ben ik voor tegen van mij. Ik gewoon het veld zien. Nee, dat is het voort. Oh, ik ben geen ja, ik nou die kwijkamer en dat is Fort Knox, daar mag je bijna niet inkomen. Nee. Ik denk dat het daar zitten haast. En ik denk zelfs, maar die hemheid is hier, dat is mijn hemheid daar zitten haast. Maar dat is dat wat ik zelf invul zijn, wat ik graag witte boer. Ja. Volgens mij ben ik wel op het film, maar heb je wel wat aanzonderen dat zo kennen. Ja. En toen gingen we verdrietig en dat wij het net doen. Want toen is het heel verdrietig, want toen ik die vond, zei ik zei niet, god man, ik kon die net vinden. Hij zei, vies te draad, ik mag even bekomen. Ja, en als je wij hier dat hier, denk ik, wij winnen de dog horse, want Chris die mooi en Chris wie eigenlijk altijd een van de favorieten. En, maar wij winnen wel het patuur wat denk ik man hele pot kleur en fleur op het veld stie. Ja, en Gedana dat weer natuurlijk het talent. Ja. En die gedijde heel goed bij Volkert en bij mij. En wij lieten Gedana uiteindelijk beter keertje. En ja, ik vond zelf dat wij op basis van dat seizoen het wel verzinnen hier. Alleen ja, dat telt net. Ja. En dan is er allemaal iets met. Ja, absoluut. Ja, dat is duidelijk. Nou ja, daar hebben we toen ik verloren gewoon. En dat best altijd reëel werd in die commentaren bij winst en verlies. Ja. We hebben nog tierentank achteraf bekeken. Wij waarderen dat. Dat komt wel eens meer af dan zo is. Maar wat het mij om dit is, dan hest het zaffel en dan constateert dat het eigenlijk lieke goed aan de andere kant van de streepsteen kennen heerst. Ja. Hest er last van hoor. En zo ja, ja, nou ja, je hebt er nog wel eens door. Maar last. Ja, hest er nou nog last van dan? Ja, ik denk wel eens van god dat hier nou wel een mooi stukje bekroning is voor de sectie niet dat je de mooie dingen hebt. Ja, ja aan de andere kant, want ja, zij is gone. En dan hie ik die keerts wel voorbij slaan hadden. Ja. Ja, nee, dat is helder. Ja, je ziet het erbij. En hier gaat aan, misschien krijgt Devin net al iets. Hier even net een beetje de deur opslaan, maar hier gewoon vervolgen vader. Ja, die hier hem op Auken zien kopen en een beetje heren mikken, maar niet ik vier van jou. Ja, dat is het verschil. Ja, nee, dat is. Douwe weer kening, omdat hij mij of jou met rijden en jou het water pakken heeft. Ja. Ja, dat is het sport. Ja. En het vervelende weer. Zijn finale, die keertje dan. En ik wist dat mijn eerste partij was. Ja, precies. Maar ik heb in 2000 Nieuwhoorn, Tsien, Alve, Tolve, Tretje. Nou, wat dacht van, goh, kijk, ik zou het nou wel kennen. Ja, hè? Maar dit is er net van komen. Dit is er net van komen. En nou is het te laat. Denk ik. Wat zei ze? En nou is het te laat. Het valt op het mooie. Ja, vleendier in reduzen mag ik voortwezen, maar dat... maar niet meer doen, nee, dat is het is over. Nee. Tot slot, want we rinnen naar het einde van het programma. Nog één vraag aan die Tjitte. Ja. Ik lees in de stikken vooral in dit programma een interview met die en een van de Friese kranten. En daar zit als kopboppen Tjitte Bonema, dubbele punt, aanhalingstekens, te vaak krek net. Zo is die carrière nou, zie je die letter alsnog zou kwalificeren willen? Nou ja, dat lijkt het dan zo stellen. Die mijn lijst hier, ik sluit op een PC allemaal een finale plak. En op de halde hoop ik.
Terwijl ik denk ik op beide dagen wil het niveau hier om te winnen. Alleen nog, ja, dat is dan misschien wel correct het verschil tussen Auken die hier nooit meer zit. Die het Fjouwer gewoon heeft. En ik dan net. Ja, en we zitten daarin. Dat is toch misschien die echte killersmentaliteit. Ja. Is misschien wat te sociaal was. Misschien wel. Want dat is wel een sociaal wees. Maar ja, goed, dat brengt me in het leven op horen. Front Nick wel een heel eind. Dus ja, je kent het alles in je leven, Geert. Nee, jongen. Maar dat zie ik een mooie relativering. Maar ja. In het kader van dit programma. En als we de vrouw ambitie verengen. Dan kan ik me wel voorstellen van... God, ja, nee, natuurlijk. Tuurlijk. Als je het puur op het keertje betrekken, dan... ja, dan mist er wel wat. Ja. Ja. Is het nou de PC, Maarten? Ja. Ja? Nou, alleen is het wel op vakantie geweest, maar ja. Dit hier ben ik er een keer bij. Nou, ja. Geweldig. Leuk. Ik vond het fantastisch dat Jim hier al hier wezen won. Auken van der Graaf, Tjerde Bonema, Pieter van Tun en Jochem Bauma. Elk mooi hem eigen verhalen over PC's van 2008 en 1998. Dank je wel voor je komst naar het PC Café. We willen toch manieren om alle woorden even te werken. Dan maak je een reconstructie van de PC van jongetje in 88 en hebben een optreden van een artiest die hem nog nooit als artiest zien had in de vorm zoals morgen. PC Café om alle woorden op Tisse Stuurder. Graag gedaan en een nog een keer. Dag! Hey,